Hoe gaat het verder met je? Dit is Zweef Radio. Ja, gaat goed. De periode, de situatie is ook wel voor creatieve mensen denk ik wel interessant. Want je wordt een beetje genoodzaakt om toch dat te gaan doen wat je kan of zo. Ja, nou ja, jouw tour werd onderbroken bijvoorbeeld. Je deed volgens mij net een Paradiso-show en midden in je tour ging het land op slot. Ja, klopt. Ja, tour werd onderbroken en de volgende tour werd afgezegd inderdaad. Of afgeschrapt. Ja, wat denk je op zo'n moment? Ja, het is een beetje onwerkelijk, moet ik eerlijk zeggen. We waren even kijken, de Paradiso was natuurlijk, dat was nog heel erg hutje mutje. Dat was, voor ons altijd heel speciaal als zoiets uitverkoopt. Het is dan wel de bovenzaal van Paradiso, maar laten we dat maar niet doen. Nee, dat is uitverkocht is uitverkocht. Blijf een uitverkocht Paradiso, dat is niet omheen lullen. En er zijn nog een hoop mensen hoor. Maar, ja, dat dacht ik. En het was de eerste keer dat Paul de Munnik meedeed. En die zou dan, dat weekend daarna zou hij nog twee keer meegaan. En we hadden daar heel veel zin in. Ja, dat snap ik. Dat kan ik me voorstellen. Vooral eigenlijk die Paradiso was vooral heel spannend. Omdat je voor het eerst dan eigenlijk weer een soort van nieuw dingetje doet. En ik zag van, dat weekend daarna was, even kijken, vrijdag Groningen en zaterdag Den Haag. Mm-hmm. En ik had zoiets van, dit was spannend, nu wordt het genieten, zeg maar. Ja. En toen ik denk donderdag werd ik gebeld door het paard, Den Haag, dat was dan zaterdag. Die zeiden van, we hebben hier ook nog, op zaterdag hebben we ook nog treintje Oostenrijk staan, volgens mij. Dus we verwachten wel een opmerking, dat kunnen we gewoon niet, dat kunnen we niet laten doorgaan. Het risicovol, was nog voordat het allemaal niet meer mocht. Toen was iedereen nog iets van, wat een onzin eigenlijk, want die sfeer hing er een beetje. Nou ja, een stom griepje. Maar dan blijkt dat de hele zomer gewoon dichtvalt. Wat doe je dan? Want dan moet je vooruitkijken, neem ik aan. Wat heb je gedaan de afgelopen week om je een beetje nuttig te blijven? Nou, Steven Kennelde, Steven is volgens mij een van de meest productieve rappers van heel Nederland. Dat weet ik wel zeker. Dus je hebt niet stilgezeten, dat weet ik zeker. Ik heb zeker weten niet stilgezeten. Nee. Maar ik moet zeggen, omdat ik met zo'n grote groep ben, heb ik ook wel eerlijk in de groep gegooid van, wat vinden jullie ervan? En toen, er was ook iemand bijvoorbeeld met suikerziekte, een jonge. Dat snap ik. Dan zit je toch heb je met andere dingen te maken. Ja. Op een gegeven moment ben ik toch wel heel erg blij geweest dat we die keuze hebben gemaakt om die vrijdag niet te doen. Want dan ga je met naar Groningen en dan blijf je slapen met z'n 15 op een zaal. En dat is eigenlijk niet zo verstandig geweest. Dus daar ben ik blij om. Daarna ga je... Ben je toch wel een beetje treurig of zo? Ik moet het toch wel een merchandise hebben. En dat valt weg dan? Dat valt weg, maar dat valt niet weg, want dat staat gewoon nog in mijn kamer, zeg maar. Dus ik heb gewoon een hele kamer eigenlijk... Vol met albums staan. T-shirtjes en t-shirts, alles. Onder andere, want een maand later kwam het Gilde uit. Dat is een rapgroep met... Je hebt nog een album inderdaad ook, daar zeg je wat. Dus daar kwam een heel album uit en die hele tour ging niet door. Dus ik heb gewoon... Je hebt niks om te promoten. Promoten wordt ook lastig dan. Dat is... Precies. Ja. Dus, dan ben ik wel creatief genoeg omdat ik het allemaal zelf doe. Ja. Dan ben ik ook die platenbaas, manager, schoonmaker in het hele gebeuren. Ja. Dus ik vind het ook leuk om daarover te denken en daar word je ook toch wel creatief van. Ja, wat komt er dan uit? Ik neem aan dat je toch wel vooruit aan het denken bent van als we weer meer mogen volgend jaar of eind dit jaar misschien. Wat heb je doordacht de afgelopen maanden? Ja, voorzichtig met optreden eigenlijk moet ik eerlijk zeggen. Ik ben vooral met Jesper. Ben ik nu bezig en met Ernst. Vooral een horens connectie, gewoon muziek maken. Top. Ik heb zoiets van muziek kan je namelijk nooit, dat kan nooit geschaft worden. Nee. Dus ik ben nu vooral dingen aan het maken en dat gooit dan maar lekker in mijn kluis. Is dat voor Just? Is dat voor Engel en Just? Is dat voor het Gilde? Is dat voor Engel? Gewoon dat het er ligt, kun je altijd wel kijken wat je ermee doet. Precies, ik ben gewoon nu vooral aan het maken en dan kijken we wel. Leuk. En als dan straks zegt iedereen weer los mag en jij dus ook, dus dan dat je weer op een podium mag gaan staan. Jouw shows die kenmerken zich dat het echt ongelooflijk veel energie vanaf komt. Ik kan me zo voorstellen dat daar nog een tandje bovenop gaat dan straks. Ja, maar ook ik heb ook wel weer geleerd dat we met z'n tienen, dat misschien ook weer niet... ik ben een beetje op zoek naar de ideale setting, de live setting. En zelfs na 20 jaar ben ik nou nog steeds op zoek naar de ideale live setting. En ik weet ook nu ook niet hoe ik in 2021, ga ik maar even vanuit. Want 1 september zou ik in de Melkweg, dat is eigenlijk mijn eerste show. De tour begint eind september met het Gilde. Eind september met het Gilde. Ja. We gaan met Def P mee. Alleen,
eind september in de Melkweg, ja, waar nu al misschien 300 tickets voor verkocht zijn. Hmm. Is dat realistisch? Dat is nog een beetje afwachten, denk ik. Ja, dat is een spannend moment in het september. Dat zal erom hangen, inderdaad. Ik wil niet met het gilde in het theater staan, want dat is de mensen niet naar. Nee, dat snap ik. Dus dan denk ik van ja, misschien moet ik dit wel gewoon vergeten en dan in 2021... Gewoon dit jaar overslaan, volgend jaar nieuwe kansen. Precies, ja. Ik ben ook niet super jaloers op de boekers op dit moment. Want nee, dat snap ik. Die hebben geen makkelijke taak nu. Nee, die zitten met de handen in de haar nu. Nee, zoveel onzekerheid. En artiesten hebben wel zekerheid, want die kunnen gewoon muziek maken. En dat is wat ik probeer te doen. En gelukkig heb ik een hoop mensen om me heen, zoals Wouter, zoals Jesper, zoals Ens. Ja, voor de luisteraar, het is een horens onderrondje op dit moment. ik ben stiekem met Paul Munnik bezig om een projectje op te zetten. Dus ja, er ligt genoeg. Er is genoeg en dat is ook wel heel inspirerend, omdat het altijd wel zo... Ik ga geen liedjes over corona maken. Nee, maar nee. Ik bedoel, er is genoeg om over te schrijven en... goed om te horen. Het was me genoeg, Engel. Ga je goed. Ben je een beetje gezond blijven ook. Ik ga een biertje drinken. Ja, en via je 21ste. Ja. Hey! Ja, mam, ik red me wel. Ja, ik weet het zeker. Je zonen zijn nu groot tegen de 2 meter. En de jongste van de 3 blijf ik heel mijn leven de kleinste. Dat is niet erg.